Maar meneer Van Rossum, wat leuk dat we u hier zien, midden in de woestijn. Dus daar stonden we met een Indiaans opperhoofd en twee Nederlandse echtparen. Eén echtpaar zei dus, ja, wij komen uit Bennekom. En toen zei dat andere echtpaar, wat een achterlijk oord Bennekom. En vervolgens gingen dat, die echtparen daar ruzie staan maken, midden in de Mojave Desert. Het Van Rossum, kunt u mij horen? Welkom bij Maarten van Rossum, de podcast. De Amerikanen, die zouden het wel eventjes fixen. Voor een zacht prijsje zouden ze na de aanslagen van 2001 de democratie in het Midden-Oosten herstellen. Maar werkelijk alles dat mis kon gaan, ging ook mis. En dat duurt voort tot op de dag van vandaag. Over de erfenis van 9-11 gaat deze aflevering van Maarten van Rossum, de podcast. Een van de meest droevige geschiedenissen van de afgelopen twee decennia. Ik denk dat het toch zelden zo geweest is dat een aanvankelijk door velen als juist ervaren beleid zo gruwelijk contraproductief heeft uitgepakt als het Amerikaanse beleid na 9-11. Wat natuurlijk deels geïnspireerd was door de paniek waarin ze aanvankelijk geraakt zijn door 9-11. Want natuurlijk al heel snel werd er gezegd dat er een global war on terror zou worden gevoerd. En een axis of evil. Eigenlijk allemaal al zo volkomen fout, analytisch zo totaal naast. Nee, het ging natuurlijk niet om een global war on terror. Je zou iets kunnen doen tegen Al-Qaeda. Dat is ook gedaan. Want tenslotte is Osama in 2011 te pakken genomen en doodgeschoten in Pakistan in mei 2011. Ik denk dat Obama toen eigenlijk een unieke kans heeft laten liggen om te zeggen, mensen, we hebben afgerekend met de hoofdaanstichter van 9-11 en het is mooi geweest. We zetten er een punt achter. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Ik zal zo uitleggen wat hij wel heeft gedaan, maar hij had dat in principe toen kunnen doen. Hij heeft zelf ook achteraf gezegd, ja, dat durfde ik toch niet aan, dat lag politiek toch onmogelijk enzovoort. Ik denk dat dat het moment was waarop ze hadden moeten zeggen, we zijn er klaar mee. Maar goed, toen zijn ze dus nog, tel uit je weer, is nog 10 jaar doorgegaan. Hè? Het is wat. Die 10 jaar die niets hebben opgeleverd, behalve ook weer onbeschrijfelijke ellende. Maar goed, we keren terug naar 9-11. Al een week na 9-11, 18 september van het jaar 2001, wordt er wetgeving aangenomen in het congres. Je begrijpt, met overweldigende meerderheden, sterker nog, er was maar één tegenstem. Waarbij de president in feite onbeperkte militaire bevoegdheden krijgen. Daar hebben ze ook uitgebreid misbruik van gemaakt in de daaropvolgende jaren. We hebben het hier over de regering Bush junior. Geassist Bush junior. Bepaald niet een sterke figuur als president, maar hij zag zelf 9-11 als een soort boodschap van de hemel. Hij zou dat allemaal goed moeten maken en hij werd daarbij natuurlijk ingefluisterd door een uiterst competente, maar levensgevaarlijke gek, namelijk Dick Cheney. Die altijd al van mening was dat er flink doorgepakt moest worden, militair. En dat de bevoegdheden van de president sowieso zo uitgebreid mogelijk zouden moeten zijn, enzovoort. Powell, zat hij ook in die regering? Ja, hij was de minister van Buitenlandse Zaken. In feite, die is ook na 4 jaar is hij eruit gekegeld, terwijl hij best door had willen gaan. We moeten daar ook nog wel kort iets over zeggen. Hij was altijd tegen al die waanzin die we nu gaan bespreken, maar dat hielp dus niks. Hij is eigenlijk in toenemende mate is die door de Rumsfeld, de minister van Defensie, en Dick Cheney, de vicepresident, op een hele handige manier buitenspel gezet. En hij is eigenlijk een tragische figuur geworden in de zin dat hij beter wist dat het anders moest. Maar ja, dat hij zich toch door loyaliteit, door ijdelheid, hoe je het ook verder ook mogen noemen, heeft laten leiden. En hij is blijven zitten. Hij was ook tegen natuurlijk de inval in Irak. Maar hij is degene die bij voor de United Nations in de Veiligheidsraad dat die fameuze lezing heeft gehouden hoe erg het allemaal wel niet was. Waar hij al zijn twijfels bij had toen. En wat hij had moeten doen was natuurlijk aftreden. Van sorry, dit is te gek voor woorden. Dat is helemaal geen serieuze verdenking, want Irak heeft er een zak mee te maken, 0,0. Dat wist iedereen die ooit de krant had gelezen. Maar ja, er zijn veel meer mensen die de krant niet hebben gelezen dan die hem wel hebben gelezen. En
Nou ja, zodoende. Hij heeft er ook verschrikkelijke spijt van gehad. Heeft later zijn excuses gemaakt. Maar het is een deuk in zijn reputatie. Hij is natuurlijk afgelopen jaar overleden. Daar werd hij nog wel heel fijn uitgeluid en zo. Wat een geweldige figuur het eigenlijk was. Maar die deuk. Ze zijn nog naar de plaatwijkerij geweest. Maar het wou niet. De deuk is er niet uitgegaan. Als hobby sleutelde hij aan auto's, toch? Volvo's, ja. Ja, dat was een van de... Hij was een Volvo-sleutelaar. Ja. Ja, ik zou zeggen, als je dan toch sleutel doet, dan niet aan een Volvo, bijna een auto die eigenlijk geen enkele vorm van charisma kent. Sorry voor de Volvo-liefhebbers. Ik weet, je hebt liefhebbers van alle denkbare auto's. Ik heb ooit kwetsende woorden geschreven over de Opel Kadett, maar er blijkt ook een Opel Kadett-club te zijn. En nu ik het daarover heb, ja, je moet enorm oppassen hier bij die podcast dat we niet gaan zitten lachen, hè. Nee, want dan krijgen we... hebben we dus dat gekloot al gehad met die man die corona heeft gekregen. Ja. Terwijl die toen zei dat het helemaal niet erg was en er ook nog aan dood is gegaan. Hè? Voor je het weet, staat iemand met een fakkel voor je deur. En nu zitten we te lachen over de Opel Kadett Club. Daar moet je ook enorm mee uitkijken. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat er een Volvo Club is. Ik heb al gezegd wat ik vond van een man met een fakkel. Ja. Dat hij überhaupt vrij rondliep, terwijl hij 2 weken eerder bij Hugo langs was geweest. Dat vond ik al een hele rare zaak. Nu bleek hij ineens wel opsluitbaar te zijn en nu is hij achter de tralies gezet. Ja. En terecht, die man overigens, als ik, daar stond zo'n stukje in NRC over die man. Zo gek als een deur. Ja. Ik bedoel, het was gewoon een loslopende gek die tot op dat moment niet gevaarlijk was en nu ineens zijn bestemming had gevonden. Want zijn hele optreden was een strijd tegen de Satan, begreep ik, uit het stukje. Nu jij daar toch over hebt, er was ook nog iemand, ik weet even niet wie dat was, maar die stuurde van, ja, jullie kunt dat wel zeggen met die man met die fakkel, maar dat heeft er ook mee te maken dat de zorg voor dit soort types in de afgelopen jaren is flink op bezuinigd. Daar heeft de briefschrijver groot gelijk in. Even kijken, Arde Kaagman, zo de jongen die bij Kaag naar het huis was gegaan met die fakkel. En dat is gezegd door Thijs Gilbert. Die zegt, ja, dat is enorm bezuinigd op dit soort van verpleging en aanpak. Ja. En dat hadden we beter niet kunnen doen. Maar goed, dan zijn we weer terug bij ons aloude punt. Niet waar dat de hoofdaanstichter van al die bezuinigingen en die efficiëntiemaatregelen en kleine overheid, dat die gewoon leiding geeft aan de nieuwe regering Rutte 4. Maar goed, daar kunnen we niet eindeloos op terug blijven vallen. Maar het is natuurlijk gek dat je... Kijk, de man met de sloopkogel, hè? De man die leiding heeft gegeven aan het werk met de sloopkogel. Na enige jaren heeft gezegd tegen de sloopkogelploeg, jongens, sorry, maar we hebben de kogel net iets te veel laten swingen. Donderen jullie maar op, ik heb een aannemer gebeld en we gaan de boel opbouwen. Hè? Dat is het eigenlijk. Heeft hij ook wel dingen goed gedaan? Ik zou het 1, 2, 3 niet weten, maar ik wil er wel eens diep over nadenken. Het probleem was dat zijn hele filosofie verkeerd was, namelijk de kleine slagvaardige overheid. Ja, op het eerste gezicht denk je, ja, want als je iets wil, is een kleine slagvaardige overheid. Hoe kleiner, hoe beter voor veel mensen. Als die dan ook nog slagvaardig kan zijn, nou, dan zijn we wel hard. Nee, dat bleek dus al met al hele rampzalige gevolgen te hebben. Wij keren terug naar Washington. Wij bevinden ons in de maand september van het jaar 2001 en 1 week na 9-11 heeft het congres een wet aangenomen met een praktisch ongelimiteerde bevoegdheid voor de president om militair op te treden tegen alles waarvan hij dacht of kon vermoeden dat het van terroristische aard was. Een autorisatie waar ook op enorme schaal in de komende jaren, de daarvolgende jaren, misbruik van gemaakt is. Dan komen we, dat is volgens mij oktober, komen wij aan de Patriot Act. De Patriot Act had de bedoeling om in feite de strijd tegen het terrorisme, om die te vergemakkelijken. En je begrijpt al welke kant de Patriot Act opging. Ook bij de Patriot Act was het zo dat de bevoegdheden van de overheid sterk werden uitgebreid en dat de bevoegdheden van de burger beperkt werden. En wel zo dat. Ja. Dat is eigenlijk de hele thematiek van wettelijke maatregelen daarop volgende jaren. En dat is toch ook wel nuttig je dat te realiseren. Dat bij alle onbeschrijfelijke ellende die de Amerikanen buiten Amerika hebben aangericht, dat ze ook hun eigen grondwettelijke vrijheden en hun eigen wettelijk kader
enorm beschadigd hebben. Ik geloof trouwens ook dat ook in Nederland de AIVD plotseling verdrievoudigd is of zo. Waar je ook denkt, jongens, kom. In al die situaties blijkt eigenlijk dat de overheid al zeer uitgebreide bevoegdheden had. En helemaal geen behoefte had aan nieuwe bevoegdheden. Als bijvoorbeeld de FBI en de CIA beter hadden samengewerkt. Maar ze hadden ongekend de pest aan elkaar. Ze hebben niets anders gedaan dan elkaar in de wielen rijden, niet informeren, desinformeren. Als ze dat niet hadden gedaan, ze gewoon met elkaar gebeld hadden, dan was 9-11 had zich niet afgespeeld. Want dan waren er twee lui waarvan de CIA wist dat ze in Amerika waren, dat ze eventueel dergelijke plannen hadden. Die waren opgepakt door de FBI. Precies, ja. De CIA dacht, niemand weet waarom, wij informeren de FBI niet. Of ze gedacht hebben dat ze die lui als dubbelagenten zouden kunnen gebruiken, dat is tot op heden onverklaard gebleven. Maar feit is dat als de CIA, als bestaande instituties, hun werk hadden gedaan, dan was er niets aan de hand geweest. Maar het probleem is dat bestaande instituties, zoals we alle weten, vaak enorm fijn vinden om met vergelijkbare instituties ruzie te maken. Hè? Je weet ook, in Nederland zijn spanningen tussen de verschillende ministeries over hun bevoegdheden zijn aan de orde van de dag. En die leiden bepaald niet tot efficiënt bestuur. Dus dat geldt ook voor die Patriot Act, die in feite nogmaals de bevoegdheden van de overheid uitbreidde op een manier die helemaal niet dringend noodzakelijk was. Een van de bekendste punten is dat het uitleenbedrijf van bibliotheken, dat moest ook doorgegeven worden aan de, nou ja, aan de instanties in feite. Nou ja, dus dat heeft leidt natuurlijk tot zulke rare situaties dat een jongetje of een meisje die een scriptie schrijft over het terrorisme en 8 boeken over terreur uit de bibliotheek leent of over Al-Qaeda of weet ik veel wat, dat hij al heel snel natuurlijk de politie aan de deur krijgt van wat bent u van plan. Nou ja, dat soort van dingen. Terwijl natuurlijk de werkelijke potentiële daders er nooit zijn uitgevist, die zijn in Amerika ook wel geweest. Niet zo verschrikkelijk veel, maar dan zijn we een maand later, wordt de Homeland Security Act aangenomen. En die leidt eigenlijk tot nog weer veel rampzaligheden binnenlands, want die wet leidt tot een soort van superministerie van Homeland Security, waarbij alle mogelijke diensten die iets te maken zouden kunnen hebben met de veiligheid van het vaderland werden onder één dak gebracht. Een soort moloch, een soort gigantisch. Je leest nu ook vaak stukken in de Amerikaanse kranten, laten we in godsnaam dat ministerie weer opdelen in zijn oorspronkelijke onderdelen, want het leidt tot niks en heeft in feite alleen maar ellende veroorzaakt. Een van de meest onjuiste besluiten is ongetwijfeld geweest om de immigratiedienst onder te brengen bij Homeland Security. Want daarmee zeg je met zoveel woorden, ja, die immigranten zijn in feite allemaal potentiële terroristen. Allemaal. Hè? Zeker die uit de moslimlanden, maar in principe kun je het nooit zeker weten. Wat op zichzelf, vergeet niet, de 19 kapers zijn allemaal op valide papieren zonder enig probleem de Verenigde Staten binnengekomen. Je weet ook dat Trump natuurlijk, zodra hij aan de macht kwam in 2020, heeft hij die ban, die immigratieban op moslimlanden ingevoerd, vanwege dit idee van dan weten we zeker dat er geen moslimterroristen meer binnenkomen, waarbij wel bijzonder eigenaardig was dat het voor alle moslimlanden gold, behalve voor Saoedi-Arabië. Dat is vooral eigenaardig als je weet dat van de 19 kapers er 17 uit Saoedi-Arabië kwamen. Dus ja, daar zie je aan. Allemaal symboolpolitiek. Allemaal retoriek. Allemaal waardeloze politieke kletspraat. Maar goed, we zijn nu al op de gebeurtenissen vooruitgelopen. Terwijl zich dit allemaal afspeelt, het patroon is steeds hetzelfde, namelijk de voortdurende uitbreiding van de mogelijkheden van de federale overheid, die al zeer omvangrijk waren. Dus het was in feite helemaal niet nodig, maar was paniek gestuurd. Terwijl dit zich allemaal afspeelt, niet waar,
is de regering Bush al begonnen met plannenmakerij voor de inval in Irak. Met als hoofdthema dat eigenlijk Irak verantwoordelijk was uiteindelijk voor die, voor 9-11. Daar was geen sprake van. Dat kon je op tal van plaatsen lezen, maar de Amerikaanse overheid begon een omvangrijke leugen- en manipulatiecampagne dat het allemaal de schuld van Saddam Hussein was en dat Saddam Hussein een bedreiging was van de regio. En dat wilden ze al eerder toch, voor 9-11, en dit was toch een aanleiding? Ja, daar was ook al eens een wet aangenomen in de tijd van Clinton zelfs over regime change in Irak, want ze hadden allemaal een verschrikkelijke spijt dat ze hem niet weggejaagd hadden. Namelijk in, bij de Eerste Golfoorlog natuurlijk. Ja. Hè, ja. Toen hij Kuwait had veroverd. Precies. Maar er was toch zo'n verhaal dat op de avond van 9-11, dus toen het gebeurd was, dat toen Bush al, onder andere ook met Powell, zat te overleggen. Zeker, ja. Dat kun je lezen in het boek van Clark. Die was toen terrorisme-coördinator. En die liep daar met een clubje rond in dat verwarde Witte Huis van, dat, van die allereerste dag. En dan komt die Bush tegen, die daar een beetje verdwaald rondliep, die kennelijk niet veel te doen had. En dan zegt Bush van zoek eens uit hoe dat zit met Saddam Hussein. En dan zegt Clark en ook zijn medewerker, ja, Mr. President, daar heeft er niks mee te maken. Dit is Al-Qaeda en dit is Osama Bin Laden, we weten er alles van. En dan zegt Bush, die raakt geïrriteerd, zegt, nee, denk ik, zoek naar me uit, Saddam Hussein, that's the man. Nou ja, dat hebben ze doorgezet en je ziet op zichzelf, ik heb wel gezegd hoe immens tragisch het is, dat een overheid die bereid is om jarenlang structureel te liegen en te manipuleren en te intimideren, dat die erin slaagt om die leugen niet waar zo verspreid te krijgen in de samenleving, dat 60% van die samenleving, en dat is een vrije samenleving met een vrije pers en vrije media, niet waar dat die samenleving toch voor 60% gelooft dat deze onbeschrijfelijke lulkoek dat die waar is. Dat is een hele... Dat is een intens droevige zaak dat dat mogelijk blijft. Eigenlijk dat de democratie eigenlijk en de kritische media een volstrekt onvoldoende waarborg zijn voor een overheid die ja, in dit geval natuurlijk levensgevaarlijke plannen heeft. Ja, daar moet ik bij zeggen, enorm veel mensen waren eigenlijk wel voorstander voor van die inval in Irak. Ook mensen die achteraf enorme vergeheide tegenstanders zijn geworden van die interventie, bleken, als je even terugleest, er voorstanders van te zijn. Dat komt door het sentiment natuurlijk op dat moment. Ja, misschien is dat ook wel, maar ook, ja, daar is toch heel slecht nagedacht. Het hele idee dat je terrorisme zou moeten bestrijden met grootschalig militair geweld is een ingrijpende misvatting. Voor zover ze die lui hebben opgepakt, even afgezien van Saddam zelf dan, voor zover ze die lui hebben opgepakt, altijd in samenwerking met lokale politie. He, ze hebben in Pakistan, hebben ze meerdere van deze lui hebben ze opgepakt. He, tenslotte is Osama gepakt als product van speurwerk. He, samenwerking met politie, ja, ter plaatse en allerlei andere informanten. Die koerier die iedere keer daar iets ging brengen, die viel op. Ja, die had een pakketje. Als je dan wist waar die koerier vandaan kwam, dan had je nog weer... Nou ja, kortom, ze zijn er uiteindelijk door speurwerk achtergekomen. Het is gewoon een detective roman, daar komt het de grote trek op neer. Dat Hercule Poirot tenslotte aan het eind zegt van jongens, hij zit in Abbottabad, in dat enorm lelijke huis. Precies, we moeten nog een keer even de oproep doen waarom die helikopters die daar toen zijn geland, waarom die zo stille propellers hadden, hebben we nog steeds geen antwoord op. Ja, dat, nou ja, kijk, helemaal stil zullen ze niet geweest zijn. Want er is ook nog eentje verongelukt. Ze hebben tenslotte het hele personeel in die andere helikopter moeten proppen om weer weg te komen. Plus het lijk van Osama. Want dat moest DNA getest worden of die het wel was. Of het niet iemand anders was. Toen tenslotte hebben ze hem, geloof ik, boven de Indische Oceaan. Hebben ze hem overboord gezet. Dat wil zeggen, toen niet die helikopter, die zal zo'n lange reis niet gemaakt hebben. Maar ja, langs een andere weg. Dat zeggen ze, hè, dat ze dat gedaan hebben. Er is geen bewijs voor dat dat gebeurd is. Nee, dat is geen bewijs voor, maar... Kijk, daar zijn veel mensen bij betrokken geweest. En als het helemaal niet waar was, als ze hem in feite nog steeds bewaarden in een vriescel onder het Pentagon. Dat hij opgezet is in het Witte Huis. Bijvoorbeeld dan, dat zou nog kunnen in een speciale kast. Of in dat keukentje. Dat keukentje waar hoe heet het, Lewinsky altijd haar diensten verschafte aan Bill Clinton.
Dat zou nog kunnen, maar nee, dat is niet zo. Er waren zoveel mensen bij betrokken dat als het niet zo was geweest, dat we vroeg of laat hadden gehoord zeggen, het is niet zo. Hè? Een tell-all boek, je weet hoe dat in Amerika gaat, dat is net als met die samenzwering van 9-11. Als dat natuurlijk een samenzwering was geweest, dan hadden we al lang gehoord van tal van mensen die daarbij betrokken waren, aangezien die samenzwering zo immens complex was dat er honderden mensen bij betrokken moeten zijn, nou, enzovoort. Ook daar zou ik zeggen, daar word je ook altijd mee lastig gevallen met die lulkoek over 9-11. Er zijn prachtige boeken waar u helder krijgt uitgelegd waarom het helemaal geen samenzwering is, waarom er geen springladeren geplaatst zijn en waarom het gebouw is ingestort. Noem er eens één, heb je er eentje paraat? Eén boek? Ja, dat is dat boek dat volgens mij 11 september heet. Maar goed, ik zal zullen er meerdere zijn, denk ik? Er zijn er meerdere, ja. Die 11 september heten. En ik moet zeggen, het is volstrekt overtuigend. Ja, maar er is altijd er zijn allerlei wetenschappelijke commissies geweest die het uitgebreid onderzoeken. Ik heb overigens niet de geringste illusie dat ik die mensen zal kunnen overtuigen. Nee. 0,0. In die zin moet ik eigenlijk me daar ook helemaal niet over opvinden. Gaat u rustig door. Hè. U maakt een beetje kletskoek van de wereldgeschiedenis, maar dat heeft ook zo zijn charme. Er is één man die komt iedere keer met de opmerking, ja, Van Rossum heeft het nooit over dat ene gebouw dat is blijven overeind is blijven staan. Ja, dat is nummer 7. Ja. Ja, dat was structureel zo beschadigd door de gebeurtenissen waar je wel iets bij kunt voorstellen. Het had bovendien langdurig gebrand, wat altijd de zaken niet verbeterd. En is tenslotte uren later ingestort, dat is waar, ja. Ja, dan zijn mensen die zien daar ook signalen in. Ook hier, het is natuurlijk heel eentonig. Lees een boek. Stel u op de hoogte. Kijk niet naar al die lulkoek op het internet. Hè, al die YouTube-kletskoekerij. Lees gewoon een serieus boek. Check even of het ook serieus is. En of het ook door de besprekers als zodanig werd beschouwd. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Het is mogelijk om u behoorlijk te informeren, maar het is waar. Het kost tijd om u behoorlijk te informeren. Het zij zo. Waar waren we gebleven? We hebben gehad de Patriot Act. We hebben de Homeland Security Act. Hebben we gehad. Allemaal, dat begrijp je, met enorme meerderheden aangenomen. Tegen die eerste wet bij uitbreiding van het gezag van de president. Er is maar één mevrouw in het huis van afgevaardigden. Die heeft daar tegen gestemd. Die heeft die maandenlang doodsbedreigingen ontvangen, je begrijpt het al. Republikeinse mevrouw? Nee, een democratische mevrouw. Als ik het wel heb, een vertegenwoordigster van een of ander district in Californië. Oké. Denk je dat als de democraten toen aan de macht waren, dat er andere beslissingen zouden zijn genomen? Dat denk ik wel. Ik denk dat de paniek even groot zou zijn geweest. Ik denk dat de impuls om de macht van de president en van de federale overheid enorm te vergroten er ook zou zijn geweest. Of de impuls om terug te slaan, wie dan ook maar. Hè. Eigenlijk hebben ze een toevallige passant buiten Westen geslagen, namelijk Saddam Hussein. Of dat gebeurd zou zijn, durf ik niet te zeggen. Feit is natuurlijk wel dat alle prominente democraten de hele kwestie van Irak is voorgelegd aan het congres. Irak speelt in 2003, in het najaar van 2002... heeft Bush een motie aan het congres gestuurd van zijn jullie ervoor of er tegen? En alle prominente democraten, met uitzondering van Obama, die toen nog niet bijster prominent was, hebben voorgestemd. Onder andere ook Hillary. Hillary zat er wel een beetje mee. En toen heeft ze het aan haar echtgenoot gevraagd, aan de alwetende Bill. En wat zei Bill? Een interessante uitspraak die er in feite op neerkwam. Ook als het verkeerde beleid is, maar it looks strong, dan is het altijd beter om daarvoor te stemmen. Hè? Want weak, als je zegt van nou, kunnen we beter niet doen, niet verstandig, dan zie je dan bijna een zwakkeling, dan ben je een slap Janus. Ik ben nou precies een citaat vergeten, maar het komt erop neer. It is better wrong but strong, dan weak but right. Dat is eigenlijk in één simpele slogan is daarmee samengevat wat er altijd fout is aan de Amerikaanse buitenlandse politiek. Namelijk dat ze altijd weer denken, als we toch al die bommenwerpers hebben
En al die superieure wapens en cruise missiles en wat voor andere rommel we niet hebben. En al die fantastische vloot die op de wereldzeeën kruist, laten we het dan maar gebruiken. Maar voor heel veel dingen heb je daar niks aan. In feite is dat hele enorme wapenapparaat is nog een erfenis van de bipolariteit van de Koude Oorlog. En je zou nou eens moeten gaan nadenken over wat je nu zou willen hebben. Maar ze hebben gelukkig een nieuwe tegenstander gevonden. Kortom, ze kunnen weer gezellig voortreven. Een krankzinnige militaire begroting aangenomen. Het Pentagon is natuurlijk ook een van de meest verspillende organisaties ter wereld. Daar komt het de grote trek op neer. Ook helemaal fysiek door nieuwe managementlagen, ook zoiets. Ja. Als je tegenwoordig geld in een overheidsdienst pompt om die overheidsdienst iets beter te laten verrichten, dan gebeurt er dus niets. Het enige wat gebeurt is dat de overheidsdienst zelf natuurlijk een sterke bureaucratische groei doormaakt. Het is ook een beetje het Nederlands onderwijs. Ja, dat functioneert niet best, dus je pompt er geld in. En dan blijkt na enige tijd dat die miljarden die je erin hebt gepompt, die zijn allemaal verdwenen in ondersteunend personeel, een nieuwe managementlaag enzovoort. Je hebt ook het gevoel dat als er dan een nieuw besluit moet worden genomen over de COVID-kwesties, dat eerst al die Nederlandse organisaties met elkaar moeten gaan vergaderen en in gesprek raken en met de Mushawara eindelijk. Ik zou zeggen, dat zou best versneld kunnen worden. Ik ben niet voor dictatoriale of enzovoort oplossingen, maar die eindeloze lul- en praatcultuur, dat zou toch wel ietsje minder kunnen. Ik hoop niet dat dit simplistisch klinkt, maar als ik ook terugdenk aan vergaderen bij de universiteit en de faculteitsraad en alles wat daarmee samenhing, dan denk je ook, jongen, wat daarin moet gaan zitten aan verloren arbeidsuren. Dan had je daar maar zitten zwetsen over dingen die er niets toe doen. Nou. Maar zo'n spoldermodel, daar staan we onbekend. Ja, maar je moet een organisatie die in essentie niet democratisch is, moet je niet voorzien van democratische instituties. We hebben al een instituutsraad, een faculteitsraad, een universiteitsraad en als puntje bepaald kwam, beslist Den Haag wat er wel en niet gebeurt. Ja, maar je wil wel draagvlak. Moet je ook, ja, draagvlak, precies. Lulvlak zul je bedoelen. Hè? Ja, ik vond dat zonde van je tijd. Echt zonde van de tijd. Maar goed, we zijn weer afgedwaald, want ondertussen, terwijl dit allemaal zich afspeelt, wordt er dus gewerkt aan de inval in Irak. En wordt via de leugen en via allerlei campagnes wordt de Amerikaanse bevolking wijsgemaakt dat dit een zaak van essentieel belang is. Dan komt natuurlijk de State of the Union van 20 januari van het jaar 2002. Eigenlijk Bush is het eerste echte State of the Union. En dan komt hij met de Axis of Evil. Nou. Iedereen die natuurlijk wel zijn boek heeft gelezen, die zal bij het woord Axis al asmogendheden. Dus je denkt dat Duitsland, Japan, wat hebben we nog meer, Italië enzovoort, de asmogendheden, het fascisme. Dat is al een heel makkelijke. En wie zijn de Axis of Evil? Dat is dus Irak, dat is Iran en Noord-Korea. Nou, wil ik even toegeven dat dat nou niet de prettigste landen ter wereld zijn en dat ik erg blij ben dat ik in geen van die landen woon. Dat zeker, maar die landen hadden strategisch, geopolitiek niets met elkaar te maken, maar dan ook helemaal 0,0. En de opwinding die er ontstond over die Axis of Evil, dat je denkt, hoe is het mogelijk als de Amerikaanse president de grootst mogelijke lulkoek uitkraamt? Dan staan de kranten ermee vol. Is dat zo? Zou het kunnen? Wie weet, moeten we ze allemaal aanpakken? Ook zo'n wonderlijk idee. Ik zou zeggen, laat ze met rust. Who cares? Zeker ten aanzien van Noord-Korea. Ik zou zeggen, laat Noord-Korea vooral eens op gaan koken. Nou ja, we hebben Trump gezien die daar een van zijn beste vrienden ontmoet heeft. Wat niets geholpen heeft, mag ik daar nog even op wijzen. Weet je nog wat hoeveel poppenkast we over die ontmoetingen hebben gelezen in de krant? Ja. Enorme stukken wat er allemaal niet ging gebeuren en zo. Niets, het heeft niets 0,0 opgeleverd. Net zoals alle pogingen om met Noord-Korea in een normaal gesprek te voeren. Nooit iets hebben opgeleverd, dat was in de jaren 90 ook al geprobeerd. Ja, het was een show. Maar
omdat, godzijdank, de media en de meeste gebruikers van de media geen enkele vorm van geheugen hebben, kun je over met van alles en nog wat gewoon overnieuw beginnen, alsof er niets aan de hand is. Ik heb gelukkig over de Axis of Evil al tijdenlang niks meer gehoord. Nou, Trump heeft nu wij opnemen vandaag ook weer een toespraak. Hè? Dat is de verlaten 6 januari toespraak. Dus daar zal ook wel weer heel veel ophef over komen. Ja, nee, zeker. Ja, Trump. Iedereen die mist Trump hartstikke erg. Even kijken, we hebben de Patriot Act hebben we gehad. Ja, ik wil nog iets, daar was ik eigenlijk over bezig. Omdat immigratie eigenlijk een onderdeel was geworden van de veiligheidspolitiek. Wat ze natuurlijk in principe nooit hadden moeten doen. Is dat nog steeds zo nu? Ja, dat is nog steeds zo. Hoe heet het? Immigratie valt onder het Homeland Security. En dat hadden ze natuurlijk nooit moeten doen. Want in dat geval, niet waar politiseer je of maak je tot onderdeel van je veiligheidspolitiek de binnenkomst van immigranten. Je weet, dat is in Amerika een immigratieland eerste klas natuurlijk. Maar als natuurlijk elke immigrant potentieel een jihadist is, een terrorist, iemand die verschrikkelijke dingen gaat doen. Ja, dan zit je wel met een probleem. En feit is, immigratie is sinds die tijd heel ernstig gepolitiseerd geraakt. Nou ja, dat hele drama daar aan die Zuidgrens, wat ook Biden beloofde, ik ga dat allemaal anders doen, maar er blijkt eigenlijk niet veel praktisch uitvoerbaar alternatief te zijn, dus het is nog steeds een hele dramatische situatie. Het doet een beetje denken natuurlijk aan het EU-beleid op dit punt. Dat nog de Verenigde Staten, nog de EU in staat zijn gebleken om een door consensus gedragen immigratiebeleid op te zetten. Terwijl het duidelijk is dat we een dergelijk beleid wel nodig hebben. Ja, je kunt ook zeggen, we schieten gewoon iedereen die zich aan de grens meldt, schieten we dood. Vrouwen en kinderen in kluis, dat is ook hartstikke fijn, dan ben je er ook vanaf. Maar dat pushback is een stap op weg. Nou ja, dat mag helemaal niet. Dat hebben wij onszelf streng verboden, maar we doen het toch de hele dag. Ja, en ja, zolang dat gesaboteerd wordt door allerlei landen in de Europese Unie die dat helemaal niet willen, zie ik ook van een immigratiebeleid niks komen. Idem dito in de Verenigde Staten, omdat daar natuurlijk de Republikeinen juist van immigratie een enorm punt hebben gemaakt. Het land bestaat uit immigranten. Hè? De oorspronkelijke bewoners, nou ja, dat is nou niet een thema wat we nu moeten aansnijden, maar laten we dat wat kort samenvatten. Hebben het niet goed gedaan sinds de immigranten in Amerika de toon hebben gezet. Laten we het zo zeggen. Dus ja, die immigratie, eigenlijk moet het Department of Homeland Security gewoon weer opgedeeld worden in zijn diverse onderdelen. Dat zou een stuk verstandiger zijn. Wat wel ontstaan is in de Verenigde Staten in de loop der jaren. Ondertussen vindt de inval in Irak plaats. Dat is voorjaar van het jaar 2003. Eigenlijk wordt al binnen een jaar is duidelijk dat het een totale falikante mislukking is. Dat eerste grote dikke boek van George Packer, dat heet ook Fiasco. Lees het vooral. Je zult er wel weer samenzweringen zien, maar goed, lees het vooral. En ik was toch verrast dat ik las, toevalligerwijze, dat George Packer aanvankelijk een sympathisant, een supporter van de inval was geweest. Dat had ik toch niet gedacht. Ik wil mezelf nou niet helemaal niet in de lucht steken, maar ik was vanaf het allereerste moment de mening toegedaan dat het een onzinnige, totaal nutteloze en gevaarlijke onderneming was. Overigens, natuurlijk in Nederland was ook een meerderheid ervoor. We waren bondgenoot, toch? Ook voor die inval. Ja, zeker. Eerst hebben we de Witte gestuurd. Dat was een soort van een groot oorlogsschip, als ik het wel heb. Maar dat bleef wel op 1000 kilometer van het oorlogstoneel. Dat vond ik op zichzelf een uitstekende interventie. Ja, die zei, nou ja, we zijn wel in de buurt. Ik bedoel, we zitten wel in een golf van, hoe heet het daar, de Persische Golf is dat. Hè? We zijn wel in de Persische Golf. We houden het scherp in de gaten, maar nee. Maar later hebben we toen een volledig onbewoond deel van de woestijn hebben wij bewaakt tegen terroristische activiteiten. Samen met de Japanners, als ik het me goed herinner. En de Japanners hadden de meest fantastische spullen. Die deden de hele dag niks anders dan poetsen.
Al die spullen die glommen en die glanzen. Het nieuwste van het nieuwste. Nou ja, hè, een beetje die wonderlijke ordelijkheid die in de Japanse ziel gebakken zit om eens lekker door te generaliseren, nietwaar? Ja, wat je in Amerika ziet, dat is een ook daar, net wat wij ook in Europa hebben gezien, een heel snel opkomende totaal van paranoia vergeven angst voor de islam, hè, voor de sharia. In heel veel Amerikaanse staten, vooral republikeinse staten, dat zul je begrijpen, is een speciale wetgeving aangenomen, niet waar, die het invoeren van de sharia verbood. Maar niemand was van plan om de sharia daar in Oklahoma in te voeren. Dus het was een, nou, ook weer loze wetgeving, symboolpolitiek. Het doet een beetje denken aan Geert Wilders, die ook, hè, de sharia in Nederland, dat grijpt om zich heen. Nee, het kan eigenlijk maar even je vingers te knippen. En, niet waar, de hele Utrechtse gemeenteraad heeft de sharia aangenomen. Nou ja, de islamisering van Nederland, zou ik maar zeggen. Ja, volstrekt paranoïde baan. Ja, je hebt van die buurten, ja, je hebt ook moskeeën, maar nogmaals, het is een heel groot, zeer divers land waar, mag ik er nog even op wijzen, waar ruim 17,5 miljoen mensen wonen, waarvan 95% helemaal niets moet hebben van de moslim. Nou, en Martin Meiland zal zeggen, ja, van Rossum, je piept wel anders als er een moskee in jouw straat komt. Nou, het zou heel opmerkelijk zijn als er in deze straat een moskee zou komen, want er is helemaal geen ruimte voor een moskee, dus dat zou leiden tot afbraak op grote schaal. Dat zie ik nog niet gebeuren, eerlijk gezegd, in deze keurige buurt. Er staat trouwens in Utrecht een enorme moskee, iets achter het station. Persoonlijk vond ik het altijd een hele leuke toevoeging aan de stationsarchitectuur. He, waar je verder niet zo gelukkig van wordt, eerlijk gezegd. Voordat je het weet, verdwaal je. En krijgen we het over Hoog-Catharijnen, daar moeten we het vandaag nu ook niet over hebben. Dat is een lokaal probleem, hadden we nooit moeten doen, maar goed. Nu staat het en we hebben er niets aan de ellende van. Hoe waar zijn we gebleven? Ja, dat is nog wel omdat ook de inval in Irak, die heeft ook geleid tot eigenlijk een morele ontsporing van de Amerikanen zo ernstig. Ja, dat je eigenlijk al na een jaar of wat kon besluiten, het morele failliet van deze interventie heeft al lang plaatsgevonden. En dat was de wantoestanden in de gevangenis van Abu Ghraib. Abu Ghraib was al een grote gevangenis, omdat Saddam Hussein, die daar de meest gruwelijke praktijken liet uitvoeren. En vervolgens werd het een Amerikaanse gevangenis en tot iedereens ontzetting bleek dat daar vrijwel dezelfde soort van gruwelijke praktijken nu door Amerikaans personeel werden uitgevoerd. Waterboarding onder andere. Nou, van alles en nog wat. Er zijn ook geloof ik in totaal 68 doden gevallen in die gevangenis. Het was daar een wanregime van de ergst denkbare soort. Je begrijpt hoe de Amerikaanse regering, Bush en Rumsfeld, ja, dat is een incident. Dat heeft niets te maken met beleid of zo. Die lui, ja, die worden opgepakt en die zullen berecht worden. Maar dit is, daar waren wij helemaal geen voorstanders van, enzovoort, enzovoort. Waarop, enkele maanden later, lekken de zogenaamde martelmemo's uit. Wat blijkt? Dat die martelpraktijken, dat eigenlijk gewoon gesanctioneerd was door het hoogste gezag, getekend door Rumsfeld. Ik geloof dat, hoe heet het, wel eens gezegd heb, je kunt Bush beter niet nauwkeurig informeren over wat er zich afspeelt. Want dat vindt hij dan eng en zielig, maar de rest vond dat niet. De martelmemo's. Is dat zo? Was Bush zo inderdaad kleinzielig? Ja, ik weet nou, hoe heet nou zijn brave, hoe heet het, zijn security advisor. Ja, zo zie je me wel af en toe in de steek gelaten door mijn eigen geheugen. Je weet wel, die in de tweede termijn zijn minister van Buitenlandse Zaken. Niet, ja, nu denk ik alsmaar Madeleine Albright, maar die was het bij Bill Clinton. Maar wie was het bij Bush? Nou, dat schiet je zo te binnen, maar het ging erover dat hij dus dat zielig vond. Ja, zij zegt op een goed moment, ook in zo'n vergadering, don't tell the president, hè, over dit soort van praktijken. Want ook de Amerikaanse regering had gedacht, ja, we hebben wel de Geneefse conventie, je weet dat er zijn afspraken over dit soort van dingen, die hebben we wel getekend, maar daar hoeven we ons niet aan te houden als we die mensen laten martelen in andere gevangenissen buiten de Verenigde Staten. Een gouden vondst.
dan bleken tal van landen graag bereid tegen forse beloningen mensen te martelen. Polen, geloof ik, in Egypte, nou, alle landen. Dan mocht het wel, was helemaal niet zo'n probleem. Maar ja, daarmee was natuurlijk ook hoe heet het, Amnesty, het Rode Kruis, al die organisaties hebben onmiddellijk gezegd, dit is gewoon vast patroon. Ze doen dat overal en altijd, met name dat waterboarding. Wat weet je, die ene leider van Al-Qaeda die gepakt is, die is geloof ik 126 keer gewaterboarded. Of je dat nog steeds zo erg vindt, weet ik niet. Maar is het effectief dat martelen? Want je zou misschien informatie naar boven kunnen halen die je anders nooit krijgt. Ja, is martelen effectief? Daar is een eindeloze discussie over gaande. Want stel voor, je weet dat één iemand die is van plan om iets verschrikkelijk op te blazen. Een torenflat met 1001 hele lieve kindertjes erin. En hij weet hoe het moet en waar de springladingen zijn. En ben je nou bereid om? Ja, dat zijn allemaal die theoretische exercities toch. Maar de praktijk, voor zover ik weet, voor zover ik er iets over heb gelezen, is dat je veel meer bereikt met, laten we zeggen, een prettig beleid, dat je nog eens een sigaretje aanbiedt en dat je in gesprek raakt en nou, van de een komt het ander en niet met martelingen. Wat blijkt bij martelingen, wat natuurlijk heel voor de hand liggend is, dat als ik jou maar verschrikkelijk genoeg ga martelen, dat je tenslotte inderdaad zegt, ja het is een feit dat ik heb bijvoorbeeld bij de Audi-fabriek in Duitsland en die heb ik helemaal volgestopt met springladingen, want ik heb zo de hekel aan het Audi'tje gekregen. Maar, mensen vertellen de meest fantastische verhalen. En vooral, ik geloof dat vooral in de Egyptische martelkelders, dat was wel helemaal niet best. Daar vertelden de mensen de grootst mogelijke onzin om er maar vanaf te zijn natuurlijk, wat je wel kunt voorstellen. Nou, dus nee, martelen is voor zover ik er iets over heb gelezen, een weinig effectieve manier om informatie te verzamelen. Het zij zo. Ondertussen ze hebben we natuurlijk een nieuwe president gekregen. We kunnen rustig concluderen, de interventie in Irak is totaal mislukt. Op het allerlaatste moment heeft Bush nog die surge uitgevoerd. Dus iedereen zei, we moeten ermee stoppen. We moeten echt zo snel mogelijk die troepen terugtrekken. En toen heeft Bush heel eigenwijs die surge ingevoerd, die opgeleid werd door een zekere Petraeus. Die later ook nog een belangrijke rol heeft gespeeld. En Petraeus had eigenlijk een nieuw soort aanpak had hij bedacht. En dat werkte tot op zekere hoogte. Dus de zogenaamde surge, 20.000 man extra, heeft na aanloopproblemen wel gewerkt. We hebben het nu over de jaren 2006, 2007 en 2008. Want in 2008 natuurlijk wordt er een nieuwe president gekozen, Obama. Iedereen wereldwijd had wel zo'n ongelofelijke teringhekel gekregen aan Bush junior. Niet waar dat de verkiezing van Obama, dat was een soort mondiaal feest. Hij kreeg ook meteen de Nobelprijs voor de vrede. Zonder dat hij iets had gedaan, kreeg hij meteen de Nobelprijs voor de vrede. Eigenlijk om te zeggen, hè, in Scandinavië zeiden ze daarmee eindelijk, niet waar, zijn we van die dwaze club af van Bush junior. Op zichzelf volkomen begrijpelijk natuurlijk. Bush junior heeft enorm geluk gehad dat Trump gekozen is in 2016. Omdat Trump nog een veel grotere ellendeling was in alle denkbare opzichten dan Bush junior. Waardoor Bush junior, die algemeen beschouwd werd als de allerslechtste president die ze ooit hadden gehad sinds Washington, dat hij eigenlijk niet meer op de laatste plaats bungelt. Hè? Zo moet je het eigenlijk zeggen. En dat eigenlijk Obama een voorschot van liefde krijgt, wat hij tenslotte niet heeft waar kunnen maken, laten we het maar zo zeggen, wat voor een belangrijk gedeelte is veroorzaakt natuurlijk door de Republikeinse Partij. Maar goed, nu nog even over Obama. Obama was de enige prominente democrat dus die tegen de oorlog had gestemd. Hij vond Irak a dumb war. Stomzinnig soort oorlog. En hij heeft beloofd, als ik president word, maak ik een eind aan. Dat heeft hij ook gedaan. Dus in 2011 vertrekken de laatste Amerikaanse militairen uit Irak.
Wat we toen ons natuurlijk niet realiseerden, en de Amerikanen natuurlijk ook niet, dat toen in Irak in feite een Sjiïtische regering aan de macht was gekomen. Want je moet weten, in Irak was een Soenitische minderheid en een Sjiïtische meerderheid. En die Soenitische minderheid, dat is Saddam Hussein, had altijd die Sjiïtische meerderheid onderdrukt. Maar nu hadden de Amerikanen natuurlijk Irak gedemocratiseerd. Dus nu was die Sjiïtische meerderheid, die was in Bagdad aan de macht gekomen. Je begrijpt dat die weinig warme gevoelens had voor de Soenitische minderheid. Een heel belangrijk punt, want die zijn meteen begonnen met die Soenitische minderheid overal van de baantjes af te jagen en op elke denkbare wijze lokaal tegen te... Nou ja, kortom, waardoor die Soenitische minderheid zich, nou ja, ik geloof ook dat ze wel eens geweigerd hebben om te stemmen bij verkiezingen. Nou ja, zij voelden zich niet erkend, genegerd enzovoort. Dan komt op in het noorden van Irak ISIS. Een soort van nieuw kalifaat, niet waar? Geleid door die meneer Baghdadi. En die veroveren eigenlijk in no time het groot deel van het noorden van Irak en van de twee rivierdalen. Hoe kwam dat? Omdat dat waren Soenieten. En die Soenieten hebben gewoon gecollaboreerd met ISIS. Zodat we plotseling een heel nieuwe dreiging hadden. Want de hele opkomst natuurlijk van ISIS en het feit dat ze militair zo succesvol waren, was puur en alleen te danken aan het feit van die Sjiïtische meerderheid die door de Amerikanen aan de macht was geholpen, zonder dat ze goed hadden nagedacht over wat de mogelijke consequenties daarvan zouden zijn. En het zwaar getrainde en van de meest fantastische wapens voorziene Irakese leger, je begrijpt het al, sloeg op de vlucht. Die vertrokken in no-time, die hadden geen zin om te gaan vechten, nou, enzovoort, enzovoort. Zo kwamen we aan het feit dat ISIS op een goed moment in zowel Oost-Syrië als in het noorden van Irak een enorm gebied had veroverd, tot ieders ontzetting. Met al die verschrikkelijke filmpjes en ga zo maar door. Ja, je begrijpt dat de Amerikanen weer terug moesten en dat er een internationale macht van bombardeerders moest worden opgericht. En nou ja, er is jarenlang keihard gevochten en tenslotte is ISIS verslagen. Maar als je weet hoe Mosul eruit ziet sinds ISIS verslagen is, dan... Nou ja, al die steden zijn in feite weggebombardeerd zoals Duitse steden in de Tweede Wereldoorlog weggebombardeerd zijn. Dat is een... Ja, en de kans dat dat natuurlijk 1, 2, 3 opgebouwd wordt, die is niet zo verschrikkelijk groot. Je moet weten dat president Obama de SD-card is full, zegt hij. Ja, hij doet net of het over benzine gaat, want er wordt een jerrycan getoond. Klopt, ja, daar komt zo'n geel dingetje. Er zit dus een heel klein geheugenchipje in. Ja. En het symbool daarvan is een jerrycan. Ja. Vind je dat niet curieus? Ja, ik ben er inmiddels aan gewend, dat klopt. Dat is niet logisch. Maar dat wil maar zeggen dat hij na, wat is het? Nou ja, op een gegeven moment is hij vol, hè, dat ding. Ja, hoe laat is het nu dan? Even kijken. 3:30. Oh, we gaan even door met het verhaal. Dus ja, we zitten nu met een toestand dat ISIS een enorm militair succes is. Ook heel veel van het militaire personeel, ook leidend personeel van Saddam Hussein, was overgelopen naar ISIS. He, omdat het ook Soenieten waren natuurlijk. En zodoende heeft de internationale gemeenschap, geleid door de Verenigde Staten, nog jaren moeten vechten tegen ISIS. Ook wij hebben daarmee gebombardeerd, zoals je weet. Sterker nog, we hebben zelfs een bommenfabriek gebombardeerd. En omdat we die gebombardeerd hebben en in de lucht gevlogen is, doordat er heel veel explosief materiaal was, zijn er in dat dorp of dat stadje 70 mensen om het leven gekomen. Herinner je nog wel. En toen heeft de Tweede Kamer gezegd, dat mag nooit meer gebeuren. Dus wij gaan nu verder bombarderen. Wij bombarderen doen we wel, want we hebben van die dingen waarmee je kunt bombarderen. Maar wij gaan bombarderen zonder burgerslachtoffers. Dat is een heel nieuwe variant van het bombarderen. Hoe we dat precies gaan aanpakken, dat er geen burgerslachtoffers vallen. Dat waarschijnlijk wordt er een Kamerlid meegestuurd, die dan ook ter plekke kan waarnemen of er wel of geen burgerslachtoffers zijn gevallen. Je denkt toch ook bij jezelf, zou de Tweede Kamer er niet goed aan doen om op zijn minst één, bij voorkeur, klein boekje over de Tweede Wereldoorlog te lezen. Dat zou best misschien wel handig zijn.
en in hoeverre het mogelijk is om te bombarderen zonder burgerslachtoffers. Goed voorstel is goed voor de Kamervoorzitter. Die kan dit misschien eventjes invoeren. Ja, ik zou zeggen, als u geen burgerslachtoffers wil, ga dan ook niet bombarderen. Dat kan ook. Je kunt zeggen, nou, we doen niet mee, want er is geen garantie dat er geen burgerslachtoffers vallen. Maar als je wel gaat bombarderen, hou rekening met het feit dat je onvermijdelijkerwijs burger. Want het was dus een legitiem doel. Het was namelijk notabene een bommenfabriek. Hè? Het was dus niet een fabriek waar ze kinderfietsjes maakten. Nee, het was een bommenfabriek. Nou ja, dit, oké. Okay. Maar keren terug naar op president Obama. Want Obama had dus gezegd dat de Irak-oorlog, dat is stomzinnig, daar moet een eind aan maken. Dat heeft hij ook gedaan, 2011 komt daar een eind aan. Maar zei hij, ik wil me concentreren op Afghanistan. En nou, in Afghanistan heeft hij aanvankelijk extra troepen gestuurd. Je begrijpt dan hoe dit afgelopen is, het hielp geen kloot. De Taliban ging van succes naar succes. Bestreek een steeds groter deel van Afghanistan. Is ook in die zin is ook het Afghanistan-beleid van Obama, dat is totaal mislukt. Wat Obama eigenlijk gedaan heeft, tot teleurstelling van velen, hij heeft eigenlijk die oorlog, hè, de Global War on Terror, die heeft hij eigenlijk gestroomlijnd. Hij heeft ook onmiddellijk een eind gemaakt aan al die martelpraktijken in de gevangenis in Polen en Egypte enzovoort. Maar hij is met drones gaan werken. En wat in die tijd heette targeted killing, gerichte, ook een beetje geen burgerslachtoffers. Hè? Ook misschien dat Obama in deze illusie heeft geloofd. Nou ja, die drones, dat zijn enorm, dit moet je niet zo'n ding zien wat je hier bij de speelgoedwinkel kunt kopen. Dat zijn betrekkelijk grote toestellen, alleen worden ze dus niet, ze worden gevlogen door een piloot. Die ergens in een Mojave Desert in een container zit. Als ik hoop wel dat ze gekoeld zitten. Want anders is het dan niet best in een Mojave Desert. Waar ik nog eens geweest ben. Waar ze een, ik weet niet of ik die anekdote verteld heb. Mag ik even afdwalen? Ik mag even afdwalen. Ik stond in de Mojave Desert. Met die bus van Kies Folsom voor president. Ja. En wij stonden daar te praten met een Indiaans opperhoofd, een oudere mevrouw overigens, die heel verontwaardigd was over het feit dat de Republikeinen in haar staat, dat is Nevada als ik het wel heb, wou ze een schietbaan maken op een plek die voor de Indianen een sacrale betekenis had. Dus dat stonden wij te doen. Nou, we zien heel in de verte, komt er een auto aan, gereden, keurigheid, zien de auto, spiksplinternieuw, en die stopt bij ons en daar stappen uit twee Nederlanders. Oh, wat leuk, meneer Van Rossum, dat we u treffen midden in de woestijn. Dus ze stonden gezellig met dat echtpaar. Het was een echtpaar. Ik meen uit Bennekom, als ik het wel heb. Maar nog veel gekker, enige tijd later, enkele minuten later, kwam er een auto van een andere kant. Dit alles in de totale verlatenheid van de Mojave Desert. En die auto stopt ook, tot onze verrassing. En wat stapt eruit? Een Nederlands echtpaar. Wat meer Van Rossum, wat leuk dat we u hier zien, midden in de woestijn. Dus daar stonden we met een Indiaans opperhoofd en twee Nederlandse echtparen. Duidelijk echtparen die wat konden besteden, zal ik maar zeggen, en op reis waren door de Verenigde Staten. Maar nu komt het, heel typisch Nederlands. Eén echtpaar zei dus, ja, wij komen uit Bennekom. En toen zei dat andere echtpaar, wat een achterlijk oord ben ik om. En vervolgens gingen die echtparen daar ruzies aan maken. Midden in de Mojave Desert. En toen dacht ik, dit is toch fantastisch. Hebben hier vier Nederlanders bij elkaar. In dure huurauto's, midden in de woestijn in Amerika. En wat doen ze? Ze gaan ruzie maken over Bennekom. Het is toch Nederland ja. Ter voeten uit. Maar ja. Hoe vind je dit totaal onbegrijpelijke toeval? Dat op het moment dat wij daar staan met die bus, die natuurlijk wel erg zichtbaar was, dat daar dus twee Nederlandse... Ja, het lijkt gescript wel, maar dit is echt toeval, puur toeval. Dit was totaal niet toeval. Is dit ook gefilmd door de ploeg? Ja, je zou Hans moeten bellen, je zou Leo moeten bellen, die dit natuurlijk allemaal georganiseerd had. Het was echt ronduit verbijsterend. Fantastisch, ja.
Vooral omdat als je nou dacht, dit was een drukke weg of zo, dat er, dan zoomde de ene auto naar de andere, bijna helemaal niet. Het was de totale verlatenheid. Want ook die Colorado River, die hadden we eerst bekeken, nou, dat stelt ook geen bal voor. Ik wil niet zeggen, het lijkt de Renkumse Beek wel, maar indrukwekkend vond ik het bepaald niet. Maar goed, zo, hoe kwam ik hier nou op? Nee, je wilde even afwijken. Oké. Ja, maar waarom komt dit wonderlijke verhaal, wat ik alweer jaren niet verteld heb, nu in mijn hoofd op? Door die containers, was die drones. Die containers, die staan ook in de Mojave Desert, als ik het wel heb. Ja, drones dus. Targeted killing. Dat klinkt goed, hè? Geen burgerslachtoffers. Doelen worden zorgvuldig geselecteerd enzovoort. In de werkelijkheid bleek targeted killing, nou ja, misschien wel targeted te zijn, maar ze dachten voortdurend dat begrafenissen en huwelijken, dat bijeenkomsten waren van jihadisten. Dus die werden dan ook door die afschuwelijke wapens getroffen. Er waren 26 doden met 7 kinderen. Nou, kortom, targeted killing was ook weer een van die, nou ja, van die symbolische uitspraken die met de werkelijkheid niets van doen hadden. Dus ja, ook Obama heeft het Afghanistan-beleid, de Afghanistan-interventie, in feite gewoon voortgezet, terwijl die uitzichtloos was. Het was niet zo het was volkomen uitzichtloos. Daar komt nog bij dat natuurlijk vanwege die rare fobie, die paranoia over moslims. Je moet weten, Obama heet Obama Hussein Obama. Hè? Ja. Barack Hussein Obama, ja, zo heet hij. Dus ja, je begrijpt al heel snel, zei je republikeinen, die van ja, je kunt die man absoluut niet vertrouwen. Die heeft ook een hele rare achtergrond. Hij heeft een zwarte vader, heeft hij 6 jaar in Jakarta gewoond. Trump heeft daar een rol in gespeeld, hè? Ja, zeker. Trump. Dat heet birtherism. Dat wil zeggen, hij is eigenlijk een valse president. Hij mag helemaal geen president zijn, want hij is niet in Amerika geboren. En niet alleen is hij niet in Amerika geboren, maar gewoon ergens in Kenia. Hij is ook nog in Jakarta, is hij in het diepste geheim, is hij moslim geworden. En vroeg of laat, niet waar, zal hij ineens zeggen, haha, ik zit in het Witte Huis als moslim. Ja, birtherism. Allemaal weer, zoals gewoonlijk bij de Republikeinen, de grootst mogelijke lulkoek. Allemaal helemaal niet waar. Maar ook dit was weer iets dat uit onderzoek bleek dat 20-30% van de Republikeinen geloofde daadwerkelijk dat. In feite hebben de Republikeinen systematisch een beleid gevoerd waarbij dus de democratische president gedelegitimeerd wordt. Daar zijn ze al bij Bill Clinton mee begonnen. Want die had allerlei misdaden gepleegd. De cocaïnehandel gezeten en allemaal alle verschrikkelijke dingen gedaan, dames verkracht enzovoort. Maar altijd wordt de democratische kandidaat gedelegitimeerd. Obama is gedelegitimeerd en je ziet bij Biden doen ze het nu weer. Het is altijd een ander smoesje, maar en nu is het smoesje dat het een gestolen overwinning is. Maar de kern is steeds hetzelfde. Dat alleen republikeinse presidenten zijn echte, goede, betrouwbare presidenten. Democraten zijn zonder uitzondering landverraders, misdadigers, moslims, nou ja, lui die niet in het Witte Huis horen. Obama is daar toen tijdens dat correspondentendiner nog op teruggekomen, hè, toen Trump ook in de zaal zat. Ja, hartstikke lollig scène, want Trump wordt daar op een magistrale en bijzonder komische wijze afgezeken. Maar achteraf heb ik wel eens gedacht, had hij het maar niet gedaan. Misschien had Trump dan niet president willen worden met het idee van, straks word ik president, dan ga ik Obama lekker afzeiken. Mm. Want die heeft natuurlijk geen moeite gespaard om werk. Alles wat zijn voorganger tot stand heeft gebracht, heeft hij geprobeerd af te breken. Denk je dat het moment bepalend is geweest, dat Trump toen dacht, wacht ik zo? Nou, dat weet ik niet, maar het zal wel een bijdrage hebben geleverd. Ik weet niet als je het wel eens gezien hebt, die scène. Het is fantastisch om te zien. Maar het is wel duidelijk dat Trump wel zich enorm lullig voelt, ja. Want er wordt natuurlijk gewoon uitgelachen door al die mensen die daar zitten. Ja. Ja, ze hebben ook een heel mooi shot. Een beetje in het donker zit hij dan aan dat tafeltje. Nou, niet te missen natuurlijk met zijn kapsel. En het was ook, goed, Obama deed het hartstikke lollig, toch? Ja.
Ja. Sowieso een getalenteerd spreker natuurlijk. Ja. In alle denkbare opties. Zou dat weer terugkomen, het correspondentendiner? Want Trump heeft dat niet gedaan. Nee, dat weet ik niet. Ik ben zelf dat risico graag niet aan. Zou Biden dat weer gaan doen? Ik weet het niet. Je hebt het ook in Nederland is het ook geprobeerd, toch? Eén keer is het gedaan, ja. Twan Huis heeft dat geïnitieerd. Ja, Twan Huis, ja. Ja, met Rutte. Ik vind, we moeten niet al die Amerikaanse tradities overnemen. Ik ben ook tegen dat gedoe in november en zo. Dat vind ik ook allemaal niks. En ook trouwens moederdag en vaderdag. Je doet Black Friday bedoel jij, dat soort dingetjes. Black Friday, Blue Monday, hou ermee op met die lulkoek. Tegenwoordig kun je niet met jaar niet meer door, elke dag is er wat. He, want dan hebben we ook nog de maand van het kind, de dag van de vrouw. Je kunt zo gek niet verzinnen. November. De dag van de literatuur, god allemaal, hou op ermee. Ja, en niet de dag van de schildpad vergeten. De dag van de schildpad ook nog. Ja, die bestaat ook. Je weet dat iemand vroeg of ik het boek over de schildpadden heb ik opgezocht. Ja, hoe dat heet. Dat vroeg ja, je. Dat heb ik hier staan. Moet ik even kijken. Jij zei laatst, ik heb iets gelezen over schildpadden. Dat ze anders ja, ik heb een boek over schildpadden gelezen. Ja, en dan vroeg iemand, wat is dat boek dan in hemelsnaam? Dat wil ik wel weten. Ja, dan weet ik niet of ik het op het juiste papiertje heb geschreven, eerlijk gezegd. Nou, dan doen we het de volgende keer. Nou ja, ik heb een boek over schildpadden gelezen, dat kan ik wel getuigen. Een Nederlandstalig boek over schildpadden. En dat gaat, de thematiek daarvan is: waarom worden schildpadden zo oud? Want je weet, er zijn van die grote schildpadden van Galapagos-eilanden, Seychelles en nog zo wat van die plaatsen. En die beesten worden inderdaad gecontroleerd 200, 250 jaar oud. Dat is natuurlijk hartstikke interessant. En er is een hele literatuur namelijk over dieren die veel ouder worden dan wij. Als je ons bekijkt, genetisch zijn wij ontworpen voor, ik denk maximaal een jaar of 50. En dan is het wel klaar. Want dan ja, dat heb je gezegd. Ja. Je ogen gaan achteruit en je spieren die atrofieren. En dan gaan ze maar door, niets dan ellende. In feite na je 50ste. Het modelletje is eigenlijk, ja, je bent, we worden allemaal wat ouder omdat we vezelrijk voedsel eten enzovoort. Maar de ontwerp is bestemd voor een jaar of 50. Wat eigenlijk voor een relatief groot complex zoogdier als wij helemaal niet zo gek is. Maar we weten uit de natuur dat er tal van dieren zijn die echt stukken en stukken ouder worden. Je hebt het fameuze geval van de Groenlandse haai. Ik weet niet of je daar wel eens een plaatje van hebt gezien. Hij ziet er ook niet gelukkig uit, laat ik dat wel zeggen. Maar volgens de deskundigen kan hij wel 400 jaar oud worden, de Groenlandse haai. En je hebt natuurlijk in de vogelwereld heb je papegaaien die moeiteloos 90 jaar oud worden. En schildpadden dus. En eigenlijk zie je overal waar dit het geval is, zie je dat die dieren zo oud worden. Omdat ze een heel traag werkende stofwisseling hebben. Echt heel erg langzaam. He? Dus eigenlijk zou je ook als mens, als je heel oud wil worden, je moet wel hopen dat je niet een of andere dodelijke ziekte krijgt, maar zorg dat je stofwisseling vertraagd wordt. He, dat zou je moeten denken. Maar je begrijpt dat wetenschappelijke onderzoekers natuurlijk enorm geïnteresseerd zijn in hoe worden die beesten zo ongelooflijk oud. Er stond ook een verhaal over kwallen die eigenlijk door een beetje een wonderlijke leefcyclus min of meer onsterfelijk zijn. En dan denk je, ga je ogen open, denk je, onsterfelijk, hè. Dat is ons eerst in de hemel beloofd, maar daar gelooft geen hond meer in. Dus nu is het wel fijn als je onsterfelijk hier zou kunnen worden door bijvoorbeeld een kwallentherapie te volgen. Ik noem maar wat op. Daarom had ik dat boekje over die. Ik was geïnteresseerd in dit probleem. Hè? Waarom worden sommige dieren zo ongelooflijk oud? Nou ja. Maar is dat mogelijk? Kunnen we onze stofwisseling vertragen? Moeten we daar even op googlen hoe je dat moet doen? Wat je daarvoor moet eten? Er zijn zoogdieren die hun stofwisseling zeer succesvol kunnen vertragen. Wij ook. Of wij dat nou ook kunnen, dat weet ik niet. Maar je kunt denken aan beren, die gaan in de winterslaap. De egel, die gaat in de winterslaap. Ik geloof dat je echt ook zoogdieren hebt die een stofwisseling tot een minimaal percentage kunnen terugbrengen. Er zal vast wel weer een coach nu opstaan die zegt, beste mensen, ik beloof u, ik vertraag uw stofwisseling. Vraag mij. Je weet, er zijn allemaal gelukscoaches. Hè? En als je stress op je werk hebt, dan kun je ook. Gelukscoaches. Er zal nu ook al iemand opstaan die denkt, ik weet je wat ik ga doen. Ik word stofwisselingscoach. Je zult toch een levenscoach, had je toch ook.
Ja, dat is allemaal wel vrij. Maar ik weet niet, mogen we daar ook om lachen? Of, ja, of? Dat mag wel, denk ik. Ja, 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 ik zie wel dat we natuurlijk, voordat je het weet, word je gecanceld. Omdat je, ja, maar het is vrij algemeen. De waanzin, omdat je lacht om de waanzin van deze wereld. Ja, ja, ja. Moet je enorm mee uitkijken. Dus, we moeten dit verhaal even voltooien. Ja. Nou ja, we hebben het over birtherism gehad. Hè? Dus ja, die Obama, dat is helemaal geen... En dan denk je, dat komt. Alle democratische presidenten sinds Bill Clinton zijn gedelegitimeerd door de Republikeinen. Vaak met aanzienlijk succes in de zin dat een groot deel van de Republikeinse stemmers ook daadwerkelijk gelooft dat Clinton een misdadiger was. Dat Obama helemaal niet in Amerika was geboren. En natuurlijk dat Biden helemaal niet gekozen is, dat eigenlijk Trump is gekozen. Het grappige is, de Republikeinse presidenten doen toch het toch gaan zelf. We nu ongelukkigwijs iets positiefs over Trump zeggen. Oh. Die wordt president in 2016. Aanvankelijk maakt hij eigenlijk de interventie in Afghanistan omvangrijker. Dus meer drones vluchten, meer van die begrafenissen en huwelijken die bekogeld werden met levensgevaarlijke wapens. Maar tenslotte doet hij iets wat geen van zijn voorgangers hadden gedaan, maar hadden moeten doen. Hij start onderhandelingen met de Taliban. En die komen tot een akkoord in Doha, het zogenaamde akkoord van Doha. En in dat akkoord werd gezegd, waarbij die overigens tijdens het onderhandelingsproces de zittende regering in Kabul niet daarbij betrokken heeft en die hebben niet mee onderhandeld. Nou, niet zo erg elegant, als je weet dat voornamelijk het werk van de Amerikanen was natuurlijk, of althans van de financiële subsidies waar dat regime op dreef. Maar feit is, er is een akkoord gesloten en de Amererikaanse troepen zouden per 1 mei 2021 vertrekken. En feite heeft Biden dat akkoord overgenomen, alleen heeft hij een paar maanden opgeschoven naar 11 september. Hè? What's in a number? Naar 11 september van dit jaar. En we hebben gezien hoe dat afgelopen is. Dat is heel incompetent afgewikkeld. Kennelijk heeft niemand eraan gedacht dat die Taliban al Kabul zou hebben ingenomen als dit tot een hoogtepunt zou komen. Dat moet nog eens goed uitgezocht worden. Daar stond in de New York Times een ellenlang artikel over hierover, dat zo lang was dat ik het niet helemaal uit heb gelezen, moet ik bekennen. Ook, en waar het tenslotte ook niet verklaard werd, want aanvankelijk voer ik altijd mijn strategie. Je leest de eerste alinea van het stuk en je leest de laatste alinea van het stuk. Dan moet het dan gek lopen als je niet de essentie van het stuk al te pakken hebt. Maar goed, waarom het zo ingrijpend fout is lopen, weet ik niet. Het is een grote verdienste van Trump dat hij er een eind aan heeft gemaakt. Aan deze eindeloze, gruwelijke lijdensweg. Die geleid heeft tot 31 miljoen vluchtelingen, tot honderdduizenden doden, tot marteling, tot het morele failliet van de Verenigde Staten, tot het volledige failliet van de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Allemaal vanwege, niet waar, dat noodlottig verkeerde antwoord op 9-11. Ik ben er ook van overtuigd dat zolang Osama geleefd heeft daar in Abbottabad, dat hij elke kerstmis een kaartje heeft geschreven. Dear Mr. President, I thank you very much. You've done everything wrong. And we did everything right. Voor een habakrats, niet waar, hebben ze in feite de machtigste natie ter wereld laten ontsporen. Habakrats, schijnt dat die aan die 9-11 heeft ongeveer $400.000 gekost. De Amerikanen hebben tot nu toe in het hele proces Afghanistan en Irak en alles wat erbij hoort, $6.000 miljard uitgegeven. Moet je denken wat je daarmee had kunnen doen. En dat geldt bij Al-Qaeda. Het is een van de meest droevigste geschiedenissen van de afgelopen decennia. Is het al afgelopen? Nou ja, die drones die zullen nog wel vliegen. Of wat die precies uitspeuken, weet ik niet. Maar het is niet, in die zin niet afgelopen dat Afghanistan zich in hele ernstige problemen bevindt. In die zin dat ik begreep dat eigenlijk de hele gezondheidszorg in Afghanistan extern gefinancierd werd, dat wil zeggen door buitenlandse geldgevers, in het bijzonder de Amerikanen, werd gefinancierd. En dat er ook sprake is van honger op vrij grote schaal. Dus natuurlijk als je hele gezondheidszorg instort en mensen lijden ook al honger, dat is natuurlijk al wel vrij droevig, ja. Dus ik zou zeggen,
al was het maar om te vermijden dat die mensen niet allemaal daar doodgaan van ellende, is het misschien wel gepast dat wij daar ook enige hulp bij bieden. De rechten van vrouwen worden weer teruggedraaid, hè? Die mogen al niet. Ja, maar goed, dat zat er dik in. Ja, ja, ik kan er maar één ding van zeggen. Zolang het door Amerika ook weer enorm opgedofte Afghaanse leger niet tot niets in staat bleek. Ja, daar moet je niet gaan piepen. Het zijn legers waarvoor miljarden wapens in gepompt zijn. En die zijn jarenlang geoefend met Amerikaans instructiepersoneel. En als het bij het eerste schot wat gelost wordt, dan gaan ze stappen in de Parijzen weg. Ja. En wat zijn de uitgaven die Osama had? Hij moest die mensen opleiden. Ja, nogmaals, het had in totaal ongeveer $400,000 gekost. Ja, ze moesten opleiden, ze moesten een paar maanden in Amerika wonen, ze moesten wel eens een auto huren. Nou ja, dat was het eigenlijk. Ja, ze moesten natuurlijk die cursussen volgen om te leren vliegen. Ja. Ja, zoals je weet, ze hoefden niet te leren opstijgen en landen, dat hoeft niet. Nee. Ze maar in de lucht kon houden. Dat was ook wel een signaal, hè? Dat hadden ze eigenlijk ook daar is geen acht op geslagen. Een paar vragen nog over Amerika. Gerard Dekker, die heeft het ook over de New York Times. Die leest hij ook vaak. En hij zegt, het valt me op dat daar vaker stukken in staan over het verval van de Amerikaanse democratie. En ook de groeiende mogelijkheid, wat jij ook vaak hebt gezegd, over het uitbreken van een burgeroorlog. Met name de nieuwe republikeinse verkiezingswetgeving in allerlei staten kan ertoe leiden, zegt hij, dat republikeinen de verkiezingen winnen of stelen, terwijl ze eigenlijk niet gewonnen hebben. Daar heb je het de vorige keer over gehad. Ja. Mijn vraag is of Maarten nog scenario's ziet waarin het toch nog allemaal goed komt. Of moeten we ons alvast gaan voorbereiden op een mondiale crisis? Ik denk niet dat het op afzienbare termijn goed komt. Ik weet niet. Ik heb al uitgebreid uitgelegd dat ik ook geen glazen bol heb waarin het de toekomst zichtbaar is. Ik weet niet hoe dat conflict zich gaat ontwikkelen. We zullen dat pas zien in het geval dat in 2024 bijvoorbeeld Trump wordt gekozen. Terwijl vrij makkelijk aantoonbaar is dat een democratische kandidaat, of dat nou Biden is of wie dan ook, eigenlijk heeft gewonnen. Dan zal dat ontzaglijke politieke problemen geven. Of ze dan, kijk, bij burgeroorlog moet je niet 1, 2, 3 denken aan de burgeroorlog van 1860, 1865. Dat zal het niet worden. Maar je kunt wel denken aan grootscheepse demonstraties, gewelddadigheden, het hele straattheater. Staten die zeggen van ja, sorry, maar op deze manier willen we er eigenlijk niks mee te maken hebben. Dan stappen we liever uit de Unie, bij wijze van spreken. Dus ja, dat zou wel heel sterk destabiliserend werken. Omdat je natuurlijk, ja, omdat dan zou blijken wat overigens voortdurend permanent structureel blijkt. Namelijk dat in Amerika de minderheidspartij er voortdurend in slagen om de meerderheid te frustreren. Hmm. Ellen Spanjesberg, die zegt, meneer Van Rossum, misschien kunt u met volgende uitleggen. Ik heb jaren geleden op school altijd geleerd dat tijdens de Amerikaanse burgeroorlog de democraten voornamelijk in de zuidelijke staten zaten. In het noorden zaten de Yankees, ze zegt dat zijn de republikeinen, en die waren voor de afschaffing van slavernij. Heb ik dat nou verkeerd onthouden? Of wat is er in godsnaam zo veranderd dat de democraten nu al jaren de good guys zijn en de republikeinen bepaald geen vrienden van de zwarte bevolking? Ja, daar heeft ze groot gelijk in. Partijen kunnen in de loop der jaren, zij heeft het over een periode van 150 jaar of meer, kunnen partijen hun hele oriëntatie en programma's ingrijpend veranderen. In feite, tot begin jaren 60 had de Democratische Partij een zuidelijke vleugel. Ja, die was voor die segregatiepolitiek en die was tegen de zwarte. En toen heeft in feite de Democratische Partij, waarin natuurlijk de noordelijke elementen steeds sterker waren geworden, toen heeft de Democratische Partij gekozen om partij te kiezen in de Civil Rights Movement. Dat hebben ze ook gedaan. En wat zei Lyndon Johnson, die ervoor gezorgd heeft dat die Civil Rights wetgeving ook daadwerkelijk is aangenomen. Dat was een ware tovenaar van het parlement, was Lyndon Johnson. En Lyndon Johnson zei, we moeten ons realiseren dat dat betekent dat we voor 1 of 2 generaties het zuiden kwijtraken aan de republikeinen. Want de republikeinen hebben toen niet gezegd, we gaan die zwarte lekker onderdrukken. Maar je kunt een hele retoriek opzetten waar je al uit kunt opmaken dat wij zullen niet hardlopen om de rechten van de zwarte hoog te houden. Wat ik trouwens niet wist, Yankees inderdaad republikeins? Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Nee, haar hele verhaal klopt precies. Alleen ja, partijen kunnen veranderen, toch? Ja.
Dan hebben we nog een heel ander... D66 was altijd voor het referendum. En wie schaf het referendum af, Ollongren? Ja. Tot zover deze aflevering. Volg ons op de socials. Maarten Podcast op Twitter en Instagram. Praat mee via Telegram, via de speciale groep daar. En scorekaartjes voor de live podcast op 5 april. Extra voorstelling. In de show notes het linkje naar Tivoli Vredenburg. Daar kun je kaartjes kopen. Hou ermee op met die lulkoek.